Assen 4 en 5 jaar. We gaan ze aan u voorstellen. We gaan aan de buitenkant Assen met Joy Noisa Kuipers. Baan nummer 7, Lorenzo Hagedoorn. We gaan kijken naar Julian Wetering. Let op de man in het geel, Rowan Leenders. Namens Nuland, Bo Makking. Putten is hier met Bente Jochems. En dan de twee topfavorieten, IJsselcrossers, Noe Menissen. En let op die kleine man uit Assen, SC Unitas, Giroy Kuipers. Oeh, daar waren wat problemen bij de start voor Bo Makking. En het is Kuipers die daar als eerste naar beneden komt. Hij kromt zijn rug nog eens. Kijk eens achter wie loopt. Die eerste beurt en hij is al los hoor. Is die hier al weg naar zijn titel? Is die hier al weg om kampioen van binnen Nederland te worden? Wie krijgt hij met zich mee? Het is een klein mannetje in het zwart die daar mee komt. En dat kan dan wel Noe Menissen zijn. We hebben ze de hele dag al gezien. FCC Putten schuift daar. Bente Jochems, dat zal de eerste dame zijn die hierbij zit. Op plaats nummer 3. We kijken naar de woepers die aansluiten. Rowan Leenders. Maar de gaten ontstaan hoor. En deze man voor. Vorig jaar was hij nog niet de beste. Voor de vakantie kon hij nog niet bijhouden. Maar ja, de mannen groeien, ze worden ouder. Hij is op weg naar zijn 6e verjaardag. En hier is hij op weg naar de titel in NCC Nijkerk. De nieuwe generatie Kuipers gaat ook al die truien mee naar huis weer nemen. Zoals papa dat gedaan heeft, zoals oom dat gedaan heeft, zoals mama dat natuurlijk gedaan heeft. En we gaan voor een klap hoor. Absoluut de sterkste in Nijkerk. Giroy Kuipers.